Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb hier een heel leuk pakketje liggen, namelijk de iPhone 15 Pro. Ik heb hem vandaag binnengekregen en gisteren besteld, dat was heel snel. Ik heb een nieuwe telefoon, eigenlijk best wel snel, al na een jaar. Want ik heb nu de iPhone 13 en je zou denken, ja, die is toch nog best wel nieuw. Maar hij is gewoon echt heel langzaam aan het worden, de batterij gaat snel leeg. Ik wilde ook wat meer opslag hebben, dus ik heb de iPhone 15 Pro besteld. Volgens mij is dat nu de nieuwste. En ik had geen zin om tot september te wachten tot de iPhone 16 uit was. Dus ik heb maar gewoon hem al besteld. Hij was trouwens 1300 euro. Zoveel geld. En als je afvraagt hoe kan ze dit betalen? Dat kan ik ook niet. Ik moet het nog helemaal terugbetalen aan mijn ouders in 5 maanden. Maar dat is dan zorg voor later. Dit is hem. Oh my god. We gaan hem openmaken. En volgens mij zit er nu ook een andere oplader bij. Oh my god. Waarom ziet het er zo... Hij is wel grijzer dan ik had verwacht, want de kleur heet volgens mij Natural Titanium ofzo. Eerst had ik gewoon een witte. Ja, de grootte is wel hetzelfde, maar die camera's... Ook dat rondje van die camera, dat is gewoon echt 2 keer zo groot als dit. En dit zijn er ook nog 3. Oh, dit is zo mooi. De kabel is van een soort van stof ofzo. En niet meer van dat, ja, hoe heet dat andere materiaal? En het is dus een USB-C aan allebei de kanten. Dus je hebt gewoon niet meer die iPhone-lader. Dus ik kan eigenlijk niet meer mijn oude lader gebruiken. Dan gaan we dit weer afhalen. Oh, en ik heb trouwens... Oh, dit voelt heel anders dan... Dit is een soort van aluminium of zo. En dit is meer glas. En dit is gewoon... Ja, wat is dit? Een soort van ander soort glas. Ik heb er alleen nog geen hoesje voor. Die komt morgen binnen. Ik heb een hoesje besteld van... gewoon zo'n Apple hoesje. Een licht roze. Van 50 euro. Maar ja, als je iets van 1300 euro bestelt... Is 50 euro opeens niks meer. Als die meteen aan kan trouwens. Ja. Oh, en trouwens, ik ruil deze telefoon in. Daar krijg ik dan 300 euro voor terug. Dus ik ruil hem gewoon in bij Apple. Hij is gewoon helemaal, is maar een jaar oud of zo. En er zit ook geen krassen op en alles. Dus die kan je gewoon inruilen. Oh, ik was helemaal vergeten. Maar je hebt natuurlijk nu zo'n schermpje hier. En hier is dat gewoon, ja, een hoek of zo. En hier is dat echt een knopje waar je op kan drukken. Of een soort van touchscreen. Dit is altijd zo leuk om allemaal in te stellen aan het begin. Oh, dat voelt zo raar dat ik dit nu gewoon in mijn hand heb. Oh ja, volgens mij kan je trouwens ook andere telefoons opladen met deze telefoon. Het is heel... En je hebt hier een knopje. Geen zo'n schuifje meer, maar dit is gewoon een knopje. En volgens mij kon je hier ook foto's mee maken. Maar dat gaan we straks even allemaal testen. Oké, ik ga even alle gegevens van deze overzetten naar die. En dan zie ik jullie zo weer terug. Oké, hij is nu al mijn gegevens aan het overzetten vanaf mijn andere telefoon. Hij lijkt trouwens wel wat grijzer, want hij was eigenlijk... Stond er dat hij een beetje beige-achtig was. Maar hij is wel echt grijs, vind ik. Maar dat vind ik ook wel heel mooi. Ja, en ik weet niet eens precies wat allemaal nieuwe functies of zo zijn die hij kan. Dus ik ben heel benieuwd. Dat gaan we zo meteen allemaal achterkomen. Oh my god, er staat opeens dit. Je simkaart in je oude iPhone ondersteunt overzetten naar eSIM niet. Jongens, het duurt 8 uur lang om mijn iCloud reservekopie over te zetten. Dus dat gaat nog wel even duren. Ik hoop dat het uiteindelijk korter duurt en dat het er nu staat. Maar er staat nu 8 uur. Maar wat is een eSIM-kaart? Dat is dus blijkbaar geen... Wel, want dit heeft wel een simkaartvakje. Maar zou je dan geen normale simkaart meer in kunnen? Of wat is dit opeens? Jawel, er zit gewoon een vakje. Of wacht. Misschien moet ik gewoon eerst mijn eigen simkaart er überhaupt in doen. Dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Het formaat is wel hetzelfde als mijn iPhone 13, want het hoesje past. Alleen de camera is veel te groot. Kijk, want dit past er gewoon omheen helemaal. Alleen hij past niet bij de camera. En ik had dus helemaal leuk voor Koningsdag dit hoesje gekocht. Om vervolgens een nieuwe telefoon te kopen en dit helemaal niet te kunnen gebruiken. Dus dat is een beetje dom. Ik zal even laten zien welke hoesjes ik allemaal heb voor mijn iPhone 13. Want die ga ik gewoon allemaal te koop zetten. En dan kunnen jullie die hoesjes overkopen als je wil. Ja, deze kan dus niet. Want dit is een hoesje met mijn eigen naam erop. Dus dat wordt hem even niet. Of je moet een hoesje met mijn naam erop willen en een spiegel. Als eerste deze van... is dit wel voor mijn iPhone 13? Oh jawel. Oké, nou als eerste is dit hoesje van Mim Amsterdam. Dan dit panterhoesje, die heb ik echt... Een week geleden of zo besteld. Dus het is echt nog helemaal gewoon als nieuw. Maar ja, ik kan hem nu al niet meer gebruiken. Oh, nu stop ik nog maar 38 minuten. Zie je wel? Dat zeggen ze altijd aan het begin. Dan heb ik dit hoesje. Ik zie dat hier wel een paar krasjes op zitten. Maar die doe ik dan wel gewoon voor goedkoper weg. Maar dit hoesje is oprecht echt... Nou, 40 of 60 euro of zo van Case Define. Die hoesjes zijn echt heel duur. Dit is wel echt gewoon keihard plastic. En dit is dan wel siliconen. En dit beschermt echt je telefoon heel goed. Kijk, ik zal het even laten zien. Kijk, en ik vind ook niet dat het een extreem dik hoesje is. Het is gewoon normaal of zo bij de rand. Dan heb ik nog dit hoesje van Ideal Sweden. En dit is een hoesje met koord eraan. Dit is gewoon handig. Ik gebruik het als ik naar een pretpark ga en ik wil in de achtbanen filmen. Maar je kan het ook gebruiken als je op vakantie bent of zo. Of op een festival of zo, zulke dingen. En dan kun je hem zo omhangen. En dan kan je dus gewoon zo makkelijk je telefoon pakken. Of sommige mensen doen hem ook zo als tasje om. Vind ik ook op zich wel leuk. Een soort van handtasje en dan hangt je telefoon er gewoon aan. Dus dat is heel handig. En dan kan het niet vallen. Dan heb ik het oranje hoesje die ik voor Koningsdag had. Ja, die is van Shein. Dus die doe ik voor heel goedkoop weg. Maar die is letterlijk gewoon niet gebruikt. Want ik heb hem net binnengekregen een paar dagen geleden. En hij was voor Koningsdag. Dus iemand nog een iPhone 13? Ja, trouwens, ik denk dat het al te laat is als ik dit online zet. Misschien als die nog niet weg is en je wilt gewoon überhaupt een oranje hoesje hebben. Ja, laat het weten, want ik heb er één over en ik kan er niks meer mee. Oh, ik vergeet er helemaal één. Zie je wel, ik had er meer. Deze hoesje van Shein ook. Ook echt best wel nieuw. Ook echt heel leuk. Ik zeg even mijn favoriete hoesje. En als allerlaatste heb ik nog deze van Things by Meerte. Is heel, hoe heet dat?
exclusief limited edition of zo. Want ik ben al lang gestopt hiermee met Things Van Meerse. Dus dit wordt nooit meer gemaakt. Dus als jij een iPhone 13 hebt en je wilt gewoon een limited edition hoesje die eigenlijk gewoon niet meer bestaat, kopen. Dus nu heb ik al deze hoesjes weer lekker allemaal voor niks gekocht. Dus ik ga ze allemaal verkopen. Oh my god, jongens, eindelijk. Het is gelukt. Er staat terugzetten voltooid. Daar gaan we dan. Oké, je hebt dus actieknop. En dat is dus voor de stille modus. Je kan zelfs zaklamp. Je kan hier echt alles mee. Kijk dan. Ik ga denk ik camera doen, want dan kan ik gewoon meteen een foto maken. Dat is handig. Oké, jongens, 3, 2, 1. Oké, dit is nu gewoon natuurlijk mijn... Oh, het ziet er alsnog anders uit of zo. Groter of kleiner. Ik weet niet, hè? Oh, wacht. En dan heb ik de camera. Dat is zo handig als je even snel... Dat is nog sneller dan zeg maar... Waarom is alles zo anders? Het is heel donker. Kijk dan dit scherm. Dit is nog groter. Dit is gewoon helemaal één scherm nu. Oké, hij is nog gegevens aan het overzetten, maar we gaan ondertussen even wat uittesten. Ik ga kijken of ik even een schermopname... Oh, dat is heel anders. Dat gaat hierboven nu aftellen. Oké, nu neemt hij op. En ik ga de camera nu uittesten. Als het goed is, zien jullie nu hier naast mijn scherm van deze telefoon. Oh, wacht. Ik ga dat even vergelijken met D. Ik ga hier ook een schermopname van maken. Oké, wacht. Oké. Het is... Ik weet nou niet echt wat er anders aan is. Het is een soort van een andere kleur of zo, maar... Ik ben hier wat meer oranje op, zeg maar, deze, mijn oude telefoon. En hier wat meer neutraler of zo. Ik weet het niet. Het is allebei heel mooi. Ik vond deze kwaliteit ook niet slecht. Maar nu gaan we even de achtercamera proberen. Oké, dit is wat je nu ziet. Ik zie dat deze, zeg maar, de nieuwe echt veel scherper, helderder beeld heeft. En dit is nu wat grijziger lijkt het of zo. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door die camera's. Dit is echt, stel je even deze tekst filmen. Kijk, dit blijft veel langer scherp dan die ander. Zie je? Oh, ik kan het gewoon hier houden en hij is nog scherp. Het is gewoon een vergrootglas. Kijk, als ik dat met deze doe, dan gaat het water. En als ik dat met deze doe... Oh, ik zit gewoon echt letterlijk... Wacht. Als ik dit ding hier gewoon ophou, nu is hij nog steeds scherp. Terwijl ik hou het gewoon hier. En dan heb je natuurlijk ook slow motion. Timelapse. Nou, dat ken ik al allemaal. Al film had ik ook al. Maar dit is denk ik gewoon nog betere kwaliteit dan die andere. Portret. Panorama. En volgens mij had ik ook hier, wat zijn dit? Oh, dat is voor die nieuwe VR-bril volgens mij. Ik zag dit staan. Oh my god, is dat niet dat het stabiliseert of zo? Wacht. Oké, stel ik ga nu een beetje zo op en neer zo. Ga ik kijken hoe dit eruit gaat zien. Even kijken. Ik weet niet of ik dat nou aan het staan. Daar moet ik nog even achter komen hoe dat allemaal werkt. Maar ik ben er heel blij mee. En ik ga ook even een TikTok denk ik straks mee maken. En... Gewoon heel dit scherm ziet er zomaar uit als je dit opent. Ik film morgen even deze video verder. Als het hoesje ook binnen is en het beschermlaagje. Want dan... Oh, trouwens, zou ik nou testen? Ik heb mijn simkaart er wel in gedaan. Hij doet het gewoon. Dat andere was gewoon onzin of zo. Nou, het is een dag later en ik heb het hoesje binnen en de twee beschermlaagjes. Het zijn er twee die in één pakketje zaten. Deze waren volgens mij maar €12 voor deze twee. Dus dat was best wel goedkoop. Zo kan ik een screen protector erop zetten. En ik had gisteren trouwens ook niet verteld. Maar ik had gisteren, nadat ik die video had opgenomen, was ik toch even naar de winkel gegaan. Omdat ik gewoon een hoesje wilde. Want ik wilde mijn telefoon gewoon al kunnen gebruiken vandaag. En gisteravond. En ik vond het gewoon echt heel eng om zonder hoesje rond te lopen. Dus ik heb toch maar even een hoesje gekocht voor €25 in een telefoonwinkel. Want ze hadden het niet bij de HEMA of dat soort dingen. Dus ik heb het echt in een telefoonwinkel gekocht. Maar ik wilde sowieso een doorzichtig hoesje, want dan kan je de kleur van de telefoon natuurlijk mooi zien. Ik heb dus nu deze van Apple binnengekregen. Dit hoesje was dus €50. Ja, dus ik hoop echt dat het mijn geld waard is. Want het is zo duur voor een hoesje. Maar ja, oh my god. Zo benieuwd. Zo. Oké, dit is het hoesje. Echt heel mooi. En dan heb je dus... Heel erg, ze zeiden trouwens dat Apple een andere soort buitenkant had. Maar dat dit is gewoon dat siliconen wat ze altijd al hadden. Maar goed, dan gaan we hem om mijn telefoon doen. Oh, ik ben wel benieuwd trouwens, want ik heb nu wel een grijs telefoon. En ik vind bij roze eigenlijk dit altijd het mooist. Als je dan dit er doorheen ziet, maar hij past. Oh, wat mooi. Trouwens, ik zag dat ik de hele het gedeelte van gisteren, die video, de hele tijd dit onder mijn arm had geplakt. En ik was de hele tijd heel druk door aan het gaan en alles laten zien. En ik had gewoon niet door dat ik dat de hele tijd onder mijn arm was. Dus ik schaam me echt dood. En ik ben er ook gewoon de hele video niet achter gekomen. Echt heel dom. Ik weet niet waarom. Oké, iMotion is dit van. Ik heb geen idee of dat een goed merk is. Maar eerst heb je zo'n cleaning kit. Ik ga denk ik mijn hoesje er voor nu even afhalen. Oh, dat gaat er ook wel makkelijk af trouwens. Je hebt zo'n droogmaakdoekje. Je hebt als het goed is zijn dit... dit is een stofremover. En dan heb je een natdoekje. Oh ja, ik heb trouwens mijn scherm ingesteld dat hij gewoon uit kan. Want wat hij dus automatisch doet als je hem gewoon net nieuw hebt, is dat als je zo doet en je zet hem uit, dan blijft hij gewoon eigenlijk aan, maar dan iets donkerder. Dan blijf je gewoon de tijd zien. Maar ik vond dat best wel irritant, want ik had het gevoel dat hij en al sneller leeg gaat. En je kan hem gewoon niet even op zwart scherm zetten als je hem neerlegt. En daar staat dus gewoon heet het aan. Maar dat kan je dus gewoon uitzetten in je instellingen bij helderheid of zo, beeldscherm en helderheid. En dan kun je ook naar onder scrollen, staat er altijd aan en dat kan je uitzetten. Oké, dan met zo'n
soort van brillendoekje, een droogdoekje is dit. Dan heb je nog dit, dat is voor stofje. Kijk, dat is slim, dat is gewoon echt een sticker. En dat plak je gewoon erop en dan haal je eraf. En dan haal je alle stukjes stof die er nog op zitten, haal je eraf. Dan hebben we hier het schermpje. Oh ja, dit haal je eraf en met die kant plak je hem dan erop. Dit geluid. Dus dit is gewoon helemaal recht trouwens. Je hebt nu ook niet zo'n hoekje, dus dat is eigenlijk wel fijn, want je kan hem eigenlijk niet verkeerd plakken. Oké, nu gaat hij intrekken. Kijk. Ja, hier zie je het. Kijk, nu gaat die hele laag helemaal vast. Ik hoop echt dat ik hem goed heb geplakt, hè. En dan kan je het gewoon even die bubbeltjes eruit krijgen hiermee. Dat werkt helemaal niet. Wat is dit? Je ziet altijd één kant die je gewoon net 1 mm verder naar links hebt geplakt. Dus naar rechts. Maar dat het valt niet op. Oké, nu gaan we het hoesje weer eromheen doen. Dan is die eindelijk helemaal compleet met beschermlaagje en hoesje. Oh ja, en ik wil nog een paar dingen uitleggen en even een tip geven. Want ik had dus op mijn Insta-verhaal gezet gisteren dat ik... hoe je je TikTok-concepten terug kon krijgen. Want die had ik allemaal niet meer op deze telefoon. Omdat ik natuurlijk gewoon een nieuwe telefoon had. En die TikTok-concepten die staan gewoon altijd op je telefoon. Zeg maar op je apparaat. En die staan niet ergens opgeslagen op je account. En ik had er echt bijna 1000 of zo. Zou ik er echt 700. En ik wilde die gewoon nog allemaal houden. Maar ik had eerst, toen ik mijn gegevens ging overzetten, wat je net zag, had ik... iCloud reservekopie gekozen. Maar je hebt dus ook zet over vanaf iPhone. En toen heb ik gisteravond weer alles even gewist. En dan opnieuw alles overgezet. En toen heeft hij wel mijn concepten meegenomen. Dus als je gewoon al je TikTok concepten wil houden, moet je kiezen van zet over op iPhone. Vanaf iPhone. En niet iCloud reservekopie. Dan hoef je volgens mij ook niet eens een reservekopie te hebben. En je foto's in iCloud en dat soort dingen. Dan zet hij letterlijk gewoon... je hele telefoon over naar je nieuwe telefoon. Dus ook je TikTok-concepten. Ja, en al mijn apps zijn nu ook gewoon allemaal gedownload. Want eerst stond dat nog niet. En dan heb ik hier... Kijk, ik heb dit heel leuk met die widgets gedaan. Zo'n wishlist. En... oh, trouwens, deze heb ik besteld. Die komen trouwens straks binnen. Ik denk dat ik die ook nog wel even ga laten zien als het binnen is misschien in deze video. Dus als jullie trouwens nog een keer een hele WhatsApp met iPhone willen hebben, dan moet je het ook even laten weten. Want dan maak ik die ook met deze telefoon. Oké, mijn AirPods zijn echt net bezorgd. Ik ben helemaal bij het aanval naar beneden rennen, want ik moest mijn handtekening zetten. Maar ik ga het open maken. Daar zijn ze. Oh, wat erg. Ik heb nog nooit zoveel dingen achter elkaar gekocht. Zulke dure dingen. Het ging even niet goed met het geld uitgeven met mij. Ik geef alles zo uit. Nou ja, uitgeven. Ik doe klaar na. Oké, dit zijn ze. En ik wou zo graag de AirPods Pro. Want ik heb nu liggen hier. Nee, ik heb nu gewoon de normale AirPods. Zeg maar gewoon de, ja, hoe heet die? AirPods 2. En ik wilde dus echt heel graag deze. Want eerst dacht ik, ja, het zal wel. Ik hou gewoon die andere. Maar toen heb ik een keer gehoord hoe dat klonk. En dit geluid is zoveel beter. Toen dacht ik echt, wat hoor ik slecht in die andere? En je hebt hierop dus ruisonderdrukking. En dat kan je dus ook gewoon aanzetten zonder dat je volgens mij muziek aan hebt. Dat je gewoon het geluid gefilterd wordt. En ik vond dat zo raar toen ik dat bij iemand uitprobeerde. Want... je hoorde gewoon letterlijk, ja, alsof je in een soort bubbel zat. Het was heel raar. Gaan we dan. En als je ze trouwens bij Apple bestelde, kon je je naam erop graveren. Dat wou ik eigenlijk doen, maar daar kon je niet met Klarna betalen bij Apple. Dus toen moest het maar. Ik krijg hier ook stickers bij. Hé, waarom krijg je hier geen stickers bij? Oh! Huh? Oh, dit zijn die dopjes voor je oren, denk ik. En weer zo'n, is het, oh, dat is ook weer precies dezelfde lader. Nou, daar heb ik er nu twee. Dat is wel handig. Hé, dit zijn de AirPods. Ze voelen echt ijskoud. Oh, kijk hoe mooi. Oh, daar heb ik trouwens ook nog geen hoesje voor. Daar gaan we weer. Oké, die ga ik wel even bestellen nog binnenkort. Oh my god. Ik vond ze dus vroeger altijd heel raar uitzien, maar nu vind ik het juist heel cool. Dit was zo... dat geluid ook. Dit is heel anders dan... oké, sorry. Ik stop. Oh, kijk. Je kan ze nog op je maat. XS, S of L. Ik ga dat even indoen. Oh, joh, dat blijft... waarom voelt het nu al als een soort ruis? Ik hoor het nu al heel raar. En er staat nog niet eens verbonden of zo. Ik hoor opeens... het voelt echt alsof ik in mezelf praat, in een bubbel. Huh, dit is zo raar. Wat? Oh, nu hoor ik mezelf heel hard. Staat ze nou op ruis al? Mijn stem klinkt nu als een echo in een glijbaan. Ja, alsof ik midden in een waterglijbaan was. Hier heb je dus dit. Ik ga het nu even uitzetten. Transparantie. Kijk wat ik... huh? Wacht even. Dit is heel... dit is heel raar. Oh, nu klinkt het weer normaal. Net klonk het echt alsof ik boven water kon zwemmen. Wacht. Hallo? Hallo? Waarom is dit zo erg? Oké, nu gaan we adaptief doen. Ik weet niet wat dat is. Hallo? Dit is gewoon normaal. Dit klinkt... nee, ook weer niet. En dan nu dit. Hallo? Nou, ik vind die twee een beetje hetzelfde klinken. En dit is weer... oh, nu ben ik weer helemaal in een bubbel. En nu ben ik weer... oh, dit klinkt heel erg... ja, nu voel je gewoon echt dat je zeg maar oordopjes in je oren hebt. Maar wel gewoon normaal.
En dit klinkt alsof ik net boven in de microfoon praat of zo. En dan ga ik nu een muziekje aanzetten. Oké, wat is een goed muziekje voor? Even iets met wat heel hard klinkt. Oh, ik weet een liedje die ik vroeger altijd ging opzetten. Gewoon zo'n leuk muziekje om kaart op een box op te zetten. One Dance. Oké, daar gaan we. Ik ga hem echt op zijn allerhard zetten. Au. Jezus. Dit klinkt gewoon eng hoor. Hoor je dat er dan doorheen wacht? Als ik nu zo ga. Oh, het voelt echt alsof ik in een concert zelf sta. Oh, ik ben er zo blij mee. Dit is echt je geld waard, jongens. Echt, als je keihard geluid wil hebben zonder dat je bijvoorbeeld een koptelefoon op moet. Maar gewoon met oortjes keihard geluid. Koop AirPods Pro, echt. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik ben echt heel blij met mijn telefoon. Als jullie nog vragen erover hebben, laat het weten in de reacties. En doe allemaal even een duimpje omhoog en abonneer. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!